Hoi allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dit basisarmbandje moet maken. En ik ga hem laten zien op de mini loom. Als je bijvoorbeeld onderweg bent in de auto of zo en je wil graag wel armbandje maken, maar je hebt niet je rainbow loom bij je, maar wel je mini loom, dan heb je toch nog een aardig wat leuke armbandjes om te maken. Zoals bijvoorbeeld de basisarmband. En ik ga vandaag precies dezelfde kleuren gebruiken. Je pakt je eerste kleur en die doe je van de ene pion in een 8 naar de andere pion. Dat duw je dan naar beneden. Dan pak je je volgende kleur en die doe je er recht bovenop. En we kunnen, kijk, bij de visgraad moet je altijd 3 elastiekjes boven elkaar. En voor het basisarmbandje op de mini loom hebben we maar 2 elastiekjes boven elkaar nodig. En dan kun je al beginnen met haken. Nu ga je naar de zijkant van je loom. Pak je het onderste elastiekje, gaat over de pion heen, die laat je los. Aan de andere kant doe je dat ook. Onderste elastiekje over de pion heen, laat je hem los. Dan duw je het naar beneden. Dan pak je weer je volgende kleur. Die doe je er weer recht bovenop. We kunnen weer gaan haken. Ga naar de zijkant van je mini loom. Pak het onderste elastiekje. Gaat over de pion heen. Laat je los. Aan de andere kant onderste elastiekje. Over de pion heen. Je laat hem los. En even deze kant. Nu pak je weer je volgende kleur. En die doe je er gewoon op. Zo. Ga naar de zijkant. Pak het onderste elastiekje. Ga over de pion heen. Laat je hem los. Onderste elastiekje. Over de pion heen. Laat je hem los. Als je hem nu zo een klein beetje aantrekt, zie je een basisarmbandje verschijnen. Pak weer je volgende kleur. Doe die er bovenop. En ga dan naar de zijkant. Ga het onderste elastiekje over de pion heen. Onderste elastiekje over de pion heen. Ik laat het jullie nog één keer zien. Zo. Je pakt je volgende elastiekje. Doe je er recht bovenop. Ga je naar de zijkant. Pak je het onderste elastiekje. Gaat over de pion heen. Laat je hem los. Andere kant gaat het onderste elastiekje over de pion heen. En laat je hem los. Dan trek je dit zo een beetje aan. En je ziet nu al een klein stukje van een basisarmbandje verschijnen. En met wat ik zo net heb laten zien, daarmee ga je mee door totdat je armband lang genoeg is. Ik denk dat mijn armband wel lang genoeg is nu. Dus ik ga er een S-clip op plaatsen. Ik ga eerst naar de ene kant en daar druk ik het elastiekje op de S-clip. Dan ga ik met de S-clip naar de andere kant. En daar doe ik dit elastiekje. Nou. Het elastiekje druk ik een beetje naar achteren. Ja, nu gaat het vast wel lukken. Ja, hij zit erin. Dat is even een priegelwerkje. Maar zo ziet hij er nu uit. Ik heb hier 2 ringetjes. Dan ga ik de andere kant van de S-clip aan bevestigen. Zo. En ja, dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!